Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Moerkamp. Meneer Moerkamp, namens de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties heet ik u van harte welkom. Onze commissie doet onderzoek naar de opzet en werking van het stelsel van woningcorporaties. We kijken uiteraard ook naar een aantal incidenten. En de commissie onderzoekt wat er is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is. En vandaag zullen we ons vooral concentreren op mensen die min of meer deskundig zijn en ons vooruit kunnen helpen bij dit thema. U wordt gehoord als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Dus ik verzoek u even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede. Ik verzoek u weer plaats te nemen. Ik verzoek ook de microfoon aan te laten staan gedurende het hele verhoor. En we gaan vandaag beginnen met, zijn diverse leden van de commissie die vragen aan u hebben. En ik geef graag eerst het woord aan collega Mulder. Ja, voorzitter, dank. Meneer Moerkamp, welkom. Klopt het dat u sinds 1981 bijna 20 jaar bij het ministerie van VROM, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, heeft gewerkt? Sinds 1 januari 1982, dus bijna. Dus we zaten er 1 jaar naast, maar wel bijna 20 jaar. Ja. Ja. En was het zo dat u zeer nauw betrokken was bij de brutering? Ja, zeer. Want en klopt het ook dat dit document, waarin de afspraken zijn gemaakt met de corporaties, de VNG en de brancheverenigingen, dat die van uw hand is? Ik heb daar buitengewone herinneringen aan, ja. Dat is midden in de nacht achter de lobby van een hotel waar de enige computer stond gemaakt. En wat staat er precies in dit document? Wat daarin staat, ja? De afspraken die we toen hebben gemaakt, voornamelijk betrekking hebbend op de bruteringsparameters en uiteraard een aantal andere zaken daaromheen. Dat is ook precies de reden dat we graag met u willen, dat u willen verhoren, omdat u nauw betrokken was bij de brutering, bij de financiële afwikkeling daarvan en ook bij de verwachtingen van de brutering. Om te beginnen, voor het historisch perspectief, kunt u ons vertellen hoe het Rijk de corporaties aanstuurde voor de brutering? Hoe dat precies in zijn werk ging? Nou ja, dat was een kwestie van buitengewoon gedetailleerde bemoeienis. Er was sprake van toezicht vooraf, zeg maar. Er moest voor allerlei zaken moest vooraf ook toestemming worden verleend. Ook de hele exploitatie en alle exploitatieverschillen liepen in feite langs de lijnen van de Rijksbegroting. Maar ook allerlei andere zaken, hoe ze hun vermogen moesten beleggen, om even met name hier dat te noemen. Mm-hmm. Hoe ze hun administratie moesten voeren. Van alles en nog wat was geregeld. Ik herinner mij nog dat gevat was in een paar boekjes van de Nationale Woningraad, die wij de fluitjesboeken noemden. Dat waren drie dikke boeken. Zo'n stapel bij elkaar, waar alle regelgeving in stond waaraan de woningcorporaties zich moesten houden. Fluitjesboek, waar komt de naam fluitjes vandaan? Nou, omdat het het karakter had van terugfluiten als een soort scheidsrechtersachtig idee zat erachter. En daarin werd heel gedetailleerd beschreven hoe een woning eruit moest. Echt de Rijksoverheid die echt de greep op de woningcorporaties had. En dat was toen ook nog niet zo heel erg lang. Kijk, de eerste echte verandering is eigenlijk in 1967 gekomen. Mm-hmm. Toen de commissie De Roos toestond dat de corporaties überhaupt reserves gingen vormen. Daarvoor mocht men niet eens reserves vormen. Mm-hmm. En wat vond u van die gang van zaken met de fluitjesboeken en de controle heel gedetailleerd? Nou, ik vond het zelf toen niet meer van die tijd. Kijk, de hele strakke sturing, dat was op zichzelf een logisch iets in de tijd van de wederopbouwperiode. Het moest bijna een soort militaire operatie zijn om de zaak weer op te bouwen. Maar dat was natuurlijk in de tachtiger jaren was dat zo langzamerhand wel eens een keer voorbij. Mm-hmm. En je zag natuurlijk overal, ook in de samenleving, discussies over veranderende rol van de overheid. En
over decentralisatie en dat soort zaken. Een decentralisatienota is al geloof ik van 1980 is er toen al eens eentje geweest. Dus er was een context wel van denken in, moeten we zo langzamerhand de verantwoordelijkheden niet wat gaan verleggen. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebeurd, hè? Dat is onder leiding van Eneas Heerma is dat gebeurd. En ik heb ook de indruk dat hij ook met die opdracht uiteindelijk bij het ministerie van Vrom en op Volkshuisvesting is neergezet. Want u kent de achtergrond daarvan, dat Gerrit Broks naar aanleiding van de bouwenquête overigens van destijds, die ook eens illustreerde hoe ingewikkeld alles in elkaar zat, waardoor er ook met subsidies het een en ander mis is gegaan. Ja. En dat Eneas Heerma toch daar wel kwam met de gedachte van dat moet anders, ook het financieel beheer moet anders. Kunt u iets vertellen over de drijfveren van staatssecretaris Heerma? Nou ja, het was natuurlijk een buitengewoon kundig bestuurder, althans zo kenden wij hem nadrukkelijk. En een man die met een hele duidelijke visie of ideologie, of hoe je dat ook maar noemen wilde, die denk ik is terug te voeren op zijn ARP-verleden. Zelfs Abraham Kuyper is nog duidelijk terug te vinden in zijn soevereiniteit, zijn eigen kring gedachte. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat was een hele belangrijke basis in zijn gedachte. En hij sprak ook altijd over herordening van verantwoordelijkheden. Hij vond dus principieel dat de Rijksoverheid dingen deed die gemeentes of die private organisaties als woningcorporaties moesten doen. Dus hij werd vooral gedreven door het gedachtegoed van Abraham Kuyper. Nou ja, dat is mijn verklaring. Of dat nou zijn enige was, dat weet ik natuurlijk niet. Maar laten we zeggen, daar zat een zekere consistentie. Het was een man die consistent en consequent redeneerde vanuit verantwoordelijkheden. En dat heeft hij op de volkshuisvesting toegepast. En hoe keek de ambtenaren tegen deze ideologie aan? Nou ja, het paste natuurlijk op zich wel in veranderingen. Want ik bedoel, soevereiniteit in eigen kring en verleggen van verantwoordelijkheden is natuurlijk niet, laten we zeggen, het monopolie van Abraham Kuyper. Die heeft die naam gegeven, maar het denken over andere verantwoordelijkheden was natuurlijk net zozeer in sociaal-democratische of liberale kringen te vinden. Ieder heeft daar dan zo zijn eigen opvattingen over. Maar dat er die verantwoordelijkheden misschien toch eens wat verder weg moesten liggen dan bij de Rijksoverheid. Dat was toch wel een context die vrij breed werd gedacht. Ik refereerde aan die decentralisatienota. Dat komt natuurlijk ook vanuit een context van moeten wij dit als Rijksoverheid allemaal nog wel doen. Ja. Er speelden ook bezuinigingsoverwegingen nog een rol bij de verzelfstandiging? Bij de brutering? Ja. Of, nee. Collega Groot? Nee, ik bedoel het wordt bij de verzelfstandiging. Oh, bij de verzelfstandiging in de breedte. Oké. Nee, maar ook daar is het antwoord nee op. Het was niet op voorhand een bezuinigingsoperatie. Dat denken over verantwoordelijkheden. Kijk, ook in de 80e jaren werd er bezuinigd. Als je terugleest, dan is dat bijna iets van. Het is nooit anders geweest, denk je dan wel eens. Maar de echte grote klappen, dat het echt grote taakstellingen waren. Die is eigenlijk pas in de tussenbalans in de 90e jaren gekomen. Toen moest dat was een vergelijkbare crisis met die we nu hebben gehad. En wat wel een rol speelde, toch goed om dat te noemen. Er werd een vrij makkelijke manier gekozen om, als er bezuinigd moest worden, om dat op te lossen. En dat was namelijk de zogenaamde debudgetering. En dat was geen rijksleningen meer verstrekken, maar leningen op de kapitaalmarkt verstrekken. En dat kon omdat de rijksleningen voor de volle 100% relevant waren voor de begroting. Wat je daar ook van vindt, maar dat waren de spelregels op dat moment. Kunt u vertellen hoe de corporaties ervoor stonden, financieel? Voor de brutering, wat was hun vermogen? Nou, ik heb daar geen getallen van in mijn hoofd, dat weet ik echt niet meer. Bovendien, er was sprake, er waren wel inzichten hoor in die tijd, maar dat was dat was vrij divers.
Er waren rijke corporaties, maar er waren ook corporaties onder de 12,5%, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Dat was dan de norm voor de minimale ABR-reserve. Maar daar zat een behoorlijke spreiding in. De indruk was niet, althans niet aan het begin, dat ze nou superrijk waren. Dat zijn ze geworden als gevolg van het vervroegd aflossen van rijksleningen. Mm-hmm. Omdat, wat ik vertelde, er waren rijksleningen verstrekt. Die zijn in het, begin 80er jaren, was de rente enorm hoog, mm-hmm. zo'n 12%. En dus werden de subsidies ook afgestemd op die rentelast. Mm-hmm. De Rijksoverheid was een buitengewoon slechte bankier. Want die had niet de clausule ingebouwd dat als er vervroegd werd afgelost, dat er dan misschien een vorm van boeterente betaald moest worden. Want daarna is de rente dus enorm snel gedaald, waardoor men op de kapitaalmarkt tegen 7% kon lenen. Maar zolang dat dan duurde, het subsidie wel op die 12% bleef afgestemd. Mm-hmm. Daar hebben ze miljarden mee verdiend. En hoeveel miljarden, weet u dat nog? Ik kan u geen getal noemen, nee, maar wel veel. Ja. Iets, nog een scherpere benadering of veel miljarden? Ik durf het gewoon niet te zeggen hoeveel precies, maar meerdere miljarden, ja. Okay. In de Kamer was ook brede steun voor de verzelfstandigingsoperatie. Want alle politieke partijen konden zich erin vinden. Waarom was dat eigenlijk, naar uw idee? Nou ja, het was inderdaad niet zo omstreden om anders naar die verantwoordelijkheid te kijken. En ook dat weer, natuurlijk de context. Er was wel het een en ander misgegaan, ook in de volkshuisvesting. En het ging natuurlijk vrij ver, hè. Daarvoor werd op het departement bepaald welke centrale verwarmingsketel er in een sociale huurwoning moest. Er zaten mensen die al die rijksleningen zaten goed te keuren. Waren dat bankiers? Nee, maar dan hadden een batterij aan mensen die dat zat goed te keuren. Zo had je allemaal bouwplannen werden daar goed gekeurd. Het was dus van een detailniveau, een bemoeienisniveau, waarvan toch iedereen wel het gevoel had, ja, maar dat past niet meer bij deze tijd. En toen de bouwenquête kwam, dat was zeg maar de trigger om dat ook echt een keer aan te pakken. Toen was het gevoel van urgentie er kennelijk in een om dat te doen. En dat werd vrij breed gedeeld. Ja. Het werd inderdaad niet alleen gedragen door de fractie van de staatssecretaris Heerma, maar ook beslist niet. Nee, want het had ook ook de hele deregulering, wat ook een begrip was in die tijd, dat werd ook breed gevoeld, dat hoog nodig was. Ja, helder. Kijk naar collega Groot. Dan komen we bij het BBSH, het besluitbeheer sociale huursector. Als je dat kort wil omschrijven, staat er eigenlijk in wat corporaties wel en niet mogen doen. Dat klopt toch? Ja. U bent secretaris geweest van de commissie Taakstelling en Toezicht, de commissie Koopman, die in 1991 de basis heeft gelegd voor dat BBSH. En de kern van dat BBSH was dat van sturing met subsidie, dat er werd overgeschakeld naar verantwoording en toezicht achteraf. Daarmee gaf het Rijk wel een hele belangrijk sturingsinstrument, te weten die subsidie, weg. Nou, voor de goede orde, het BBSH bepaalde niet dat er niet meer met subsidies werd gestuurd. Het was wel, en dat was consistent overigens met de gedachte die ook al in de nota volkshuisvesting was neergelegd, dat corporaties veel meer hun eigen verantwoordelijkheid hadden. En dat dus die sturing vooraf. Maar dan heb ik het over die andere dingen, niet alleen de gouden koren, zoals dat heette, de subsidies. Dat werd weggenomen als gevolg van het BBSH, daar was geen sprake van. Dat is eigenlijk pas gekomen na de brutering. Dus dat zijn twee afzonderlijke dingen. Het ene, we zeiden ook altijd, de brutering is de financiële verzelfstandiging en het BBSH was de bestuurlijke verzelfstandiging. En zag men risico's in die tijd, dat als je bij de brutering inderdaad dan wel die koorden loslaat, gaat dat dan wel goed?
Ja, er is over risico's nagedacht. Maar niemand heeft de omvang daarvan op dat moment juist kunnen inschatten. En ook dat moet u wel even in de context van die tijd zien. Toen had je, als je toen sprak over een grote woningcorporatie, dat waren een aantal voornamelijk nog gemeentelijke woningbedrijven en later woningcorporaties. Die hadden 10.000 woningen. Dat was een enorm grote woningcorporatie. Nou, ik denk dat er nu een corporatie, nu ben je een kleintje denk ik als je er 10.000 hebt. Er zijn er die 80.000 woningen inmiddels hebben. Ander voorbeeld is dat, ja, wat was het denkkader als je in risico sprak? Ja, gaan die directeuren van die corporaties dan niet zich te veel vrijheden permitteren? En het beeld was, ja, maar straks gaan ze allemaal in een dikke Volvo rijden. Dat was het beeld, dat was de metafoor, of nu is de metafoor, een dikke Volvo. Maar geen Maserati, dat was echt buiten het denkkader wat er toen überhaupt was. Dat bestond helemaal niet. Je keek naar de context van toen. En dan was dat zeg maar de speelruimte die er was. En we hebben wel gezegd toen het zou misschien wel goed zijn als er een corporatie failliet zou gaan. Of in ieder geval in de problemen zou komen. Want dan hebben ze het in één keer goed geleerd. Het moet niet een te grote zijn. Inderdaad, in Enschede was er een corporatie Eigenhaard die in derivaten belegd had en daardoor in grote problemen kwam. En toen dachten we, nu hebben ze ook hun lesje wel geleerd als het gaat om het beleggen in derivaten. Maar helaas, dat is ook anders gelopen. U heeft nog getwitterd hè, toen Vestia failliet ging op derivaten. Weet u nog wat u heeft getwitterd? Nou, in ieder geval iets van dat het een soort déjà vu was en of men men zich wel realiseerde wat er dat er destijds een voorbeeld was en of men daar wel van geleerd had. Dat iets in die geest. Ja, iets in die geest. Ja. En dat was dus niet zo. Nee, dat was helaas niet zo. Ja. Nee. Dus de risico's, het risico is eigenlijk niet onderkend, hooguit een dikke Volvo, maar geen Maserati. Nou ja, wel onderkend, maar niet de mate, de omvang ervan niet. Is zoveel groter geworden, zoals alles, ook de omvang van de corporatie zelf. De omvang van alles is veel groter geworden dan we toen hadden voorzien. En hoe is dat zo gekomen, denkt u? Ja, je ziet, ik denk wel dat het komt. Dat zeg maar, het hebben van die vrijheden natuurlijk ook een klimaat schept om dat te doen. Je zag ook wel dat men heel graag met de grote jongens mee wilde doen. En met de projectontwikkelaars en dergelijke. Dus men kwam natuurlijk in aanraking met groot geld. En ook omdat men door de brutering zelf ook over groot geld ging beschikken. En waar je toch hoopte dat er nog een zodanig moreel kompas was dat men dat zou weten in te passen in nog steeds de sociale doelstelling die woningcorporaties hebben, hebben we moeten constateren dat dat in een aantal gevallen, want ik zeg uitdrukkelijk in een aantal gevallen, want ik deel niet het beeld dat het nou overal in de hele corporatiesector dat allemaal maar slecht is gegaan. Maar helaas, in een aantal gevallen heeft men de weelde niet kunnen dragen. Men heeft er ook niet van geleerd? Nee, daar is niet van geleerd. Hoe kan dat nou, hè? Ja. Ja. Weet u het antwoord? Nee, ik denk dat een van de antwoorden is die u uit alle vragen moet zien te destilleren. Ik zou niet weten, ik kan niet één factor aanwijzen. Het is natuurlijk een complex van zaken. Waar natuurlijk de beweging van de verzelfstandiging een rol in speelt. Dat heeft ook een context gecreëerd waarin het kon. Daar had goed toezicht tegenover moeten staan. Dat in de eerste plaats. Maar niet alleen het toezicht vanuit de overheid, maar ook de rol bijvoorbeeld van de brancheorganisaties is sterk veranderd. Een Nationale Woningraad of een NCIV, dat speelde nog wel een rol. Dat als men, het waren wel hoeders van het sociale gezicht van waar men voor was. En ook dat verdween. Dus het verdween op alle fronten, zou je kunnen zeggen.
Wie had dan wel moeten toezien op het vermogen van de corporatie? Nee, uiteindelijk moest de overheid natuurlijk toezien op. En dat was ook feitelijk zo geregeld. Ook in het BBSH is dat toezicht op de. Een van de prestatievelden was financiële continuïteit. Er zijn ook afspraken gemaakt hoe men dat in de verslaglegging moest doen. Hoe je er ook naar zou kunnen kijken. Daar zaten zelfs noviteiten in. Dat je zeg maar de investeringsvoornemens ook op zou nemen en door de accountant zou laten beoordelen. Dat was een noviteit voor accountants, want die kijken alleen terug, kijken nooit prospectief zoals ze dat dan noemden. En zo werd er wel degelijk gekeken van kun je op die manier ook de financiële continuïteit en de inhoudelijke prestaties monitoren. Dat was in ieder geval volgens ook die commissie. Was dat in eerste instantie bij de gemeentes beleg. Want die moesten ook de volledige stukken krijgen om daar een oordeel over te vormen. Die zijn daar natuurlijk ook het meeste, hebben daar ook het meeste zicht op. Want in hun wijken vinden de prestaties plaats. En als er aanleiding was, dan zou ook de minister of het Rijk zou daar dieper op ingaan. Nee. Dat was, het was een soort gelaagd toezicht zou je kunnen zeggen, waarbij de Rijksoverheid dat risicogericht deed. Dus als er een signaal was, als een gemeente een signaal afgaf of anderszins een signaal, dan kon je de diepte ingaan. In theorie werkte dat? Werkte dat ook in de praktijk? Ik ben het zicht een beetje daarna al snel op die praktijk. Want ik ben ook in 2000 weggegaan natuurlijk. Dus wat er daarna, ik denk dat we gewoon feitelijk moeten constateren dat het toezicht niet goed van de grond is gekomen. Dat is het toezicht van buiten en het interne toezicht. De toezicht van de Raad van Commissaris of de Raad van Toezicht van de corporatie. Welke verwachtingen waren daarover? Ja. Nou ja, ook dat was een van de dingen die uitdrukkelijk werd aanbevolen door die commissie. En wat ook in BBSH terecht te komen. Dat er een Raad van Toezicht moest zijn. Dat was toen niet zonder meer overal het geval. Je had verschillende bestuursvormen in die tijd nog. Dus er moest een Raad van Toezicht zijn. Dat heeft denk ik in het begin wel gewerkt, veel wat toen zeg maar bestuurders waren. En je had een bestuur en een directeur en een bestuur werd dan raad van toezicht. Daar zaten in het begin natuurlijk allemaal nog mensen die nog echt vanuit de sociale doelstelling vertrokken. Dat waren ook geen fulltime functies of zo. Maar goed, ook hier weer door de brutering, door de financiële verzelfstandiging. Ja, er moest een treasurer komen. Er moest dus ook de aandachtsvelden verschoven naar andere terreinen. Ja. En je moet natuurlijk ook gewoon feitelijk constateren dat ook dat toezicht niet op alle, dus interne toezicht, niet op alle punten zijn werk heeft gedaan. Overigens, dat is niet een uniek fenomeen voor de woningcorporaties. Dat hele toezichtsvraagstuk, interne toezichtsvraagstuk, zie je in de volle breedte. Ja. Ook in de zorginstellingen bijvoorbeeld. Was er al tijdens de brutering de verwachting dat corporaties, die tot die tijd eigenlijk waren georganiseerd in de vereniging met leden, die dan toezicht houden, dat die massaal zouden overstappen naar de stichtingsvorm? Daar is wel, maar dat was een beweging die was al gaande hoor. Mm-hmm. Dat stond ook los van al die verzelfstandigingsbewegingen. Dat was een beweging die al wel langer gaande was. En althans in de inzichten van toen, kon dat wel leiden tot een professionele manier van besturen. En ik weet het niet zeker meer, maar ik meen ook dat er zelfs een voorkeur is uitgesproken voor de stichtingsvorm. Het had wel als nadeel, een vereniging heeft leden die een bestuur nog in toom kunnen houden als ze hele wilde plannen hebben. En daarbij, dat verdwijnt dan? In die zin dat zeg maar ook in de raden van toezicht er natuurlijk weer vertegenwoordigers zitten van de huurders. Mm-hmm. En dat er bepaalde rechten voor huurdersverenigingen zijn. Er is later nog een commissie geweest, huurders, verhuurders. Waar dat soort rechten van de huurders in zijn vastgelegd. Ja. In het BBSH staat als taak voor de corporaties omschreven het met voorrang huisvesten van de doelgroep. Ja. Kunt u toelichten wat hiermee wordt bedoeld?
Nou ja, eigenlijk was dat de verwoording van de sociale doelstelling. Je bent er primair om, om te zorgen voor huisvesting voor mensen voor wie dat op de koopmarkt in feite moeilijk te realiseren is. Dus voor de lagere inkomens, om het maar heel duidelijk te bedoelen. Het staat met voorrang, dus niet alleen. Nee, niet alleen. Er was wel degelijk een verbreding van de rol van de woningcorporaties. Juist ook omdat ze inmiddels goed in de slappe was zaten, vonden we ook dat ze zich breder mochten inzetten. Onder andere ook voor de stadsvernieuwing en voor het inzetten van voor de leefomgeving. Zeg maar bij voorrang betekende ook dat je ook bijvoorbeeld gemengd kon bouwen. Dus dat je niet alleen alleen maar de sociale huurwoningen doet, maar dat ook in combinatie komt met koopwoningen, ook voor de in het algemeen de lagere groepen. Dat je combinaties kon maken, want bijvoorbeeld voor grondexploitatie dan kun je voor een koopwoning of voor een wat duurdere woning kun je weer wat meer geld vragen dan voor de grond voor een sociale huurwoning. Dus door dat op die manier te doen, mm-hmm. konden ze ook hun primaire taak beter realiseren. Dat was de gedachte. Was de staatssecretaris het ermee eens met die wat brede omschrijving van de doelgroep? Ja hoor. Geen discussie over? Ja, anders zou hij, neem ik aan, ook de besluiten niet hebben gemaakt. Dat kan zijn dat hij in eerste instantie dacht, liever geen brede doelgroep en zich heeft laten overtuigen. Ja, we kunnen het hem zelf niet meer vragen. Ja, dus vragen nee. U. Nou ja, maar dat was eigenlijk vanuit een ander perspectief, met name ook de discussie over de huursubsidie en dergelijke. Vond hij wel dat de woningcorporaties zich eigenlijk moesten terugtrekken op alleen maar de lage inkomens. Dat liep een beetje naast elkaar. Dat had meer met de woonruimteverdeling te maken. En dan moesten eventueel andere woningen maar worden verkocht. Dat kon ook. Maar hij was wel en daar was wel enig spanning, omdat ambtenaren vonden dat minder. Dat je dat echt uitsluitend moest concentreren op die ene groep. Ook omdat er ideeën waren van segregatie en dergelijke. Maar het was dus meer een discussie over het scheef wonen, mm-hmm. dan over de rol van de woningcorporaties. Dus je heeft met hem daarover gediscussieerd, over de breedte van de doelgroep? Ja. Maar dat zeg ik in het perspectief van huursubsidie en scheef wonen. Dus niet in termen van de rol van woningcorporaties. Dat is wat dit betreft mijn slotvraag. Wat is eigenlijk nu het publieke belang dat woningcorporaties dienen? Ja, dat is toch uiteindelijk zorgen voor goede huisvesting en een goede, wat mij betreft, ook de bijbehorende woonomgeving. Voor mensen die daar zelf niet in alle opzichten toe in staat zijn. Dat is de kern. Huisvest van mensen met een laag inkomen plus de woonomgeving. Ja, ik vind de woonomgeving vind ik daarbij horen. Ja. Okay. Het gaat niet om het huis alleen. Het gaat ook altijd om. Het gaat toch om de kwaliteit van de buurten en wijken uiteindelijk. Je kunt best een minder huis hebben als de buurt en de wijk kwalitatief heel goed is. En je kan omgekeerd een prachtig huis hebben in een hele slechte buurt. Mm-hmm. Nee, het gaat juist ook om de kwaliteit van de buurten en de wijken. En dat is. Dat speelde in die discussie wel een rol over dat scheef wonen. Want werkt ook een beetje segregatie in de hand. Als je dus alle lage inkomens alleen maar bij elkaar zet. Terwijl het juist zo'n prachtig goed is. Dat je in Nederland niet aan de buitenkant kan zien of iemand veel of weinig verdient. Want we hebben allemaal goede huisvesting. En wat dat betreft kijk ik ook wel met een wat scheef oog naar Brusselse regelgeving op dat vlak. En dat die de sociale kwaliteit van onze buurten en wijken bepalen. Daar ben ik het niet mee eens. Maar dat is een ander soort statement. Ik lok me bijna uit om door te vragen wat u daarvan vindt. De Brusselse discussie. Kijk naar collega Groot. Ja, het wordt sowieso een collega Groot. Je kunt daarna vervolgen met de andere vragen.
Ja, nee, niet op dit punt, want het is inderdaad een hele aparte discussie. Ja, wel een aantal aanvullende vragen nog over de behuttering. Het wegstrepen van uitstaande eikslidingen tegen toekomstige subsidieverplichtingen. Want dat is toch een landmark in de ontwikkeling van de woningcorporaties. Het is de feitelijke financiële verzelfstandiging. Dat hele idee van het wegstrepen, ja. Bij wie kwam dat vandaan? Nou ja, dat was iets waar we eigenlijk al langer op het departement mee bezig waren. Eigenlijk al zelfs nog uit de tijd van Broks was ik daar met een aantal medewerkers al mee bezig. Dat denken in termen van contante waardes, dat had onder andere al zijn beslag gekregen in de toenmalige premiekoopregelingen. Daar was ik destijds verantwoordelijk voor de totstandkoming daarvan. Die gedachte van, nou, maak nou heel duidelijk welk aandeel je als overheid neemt en welk aandeel je zeg maar voor rekening en risico van de andere partijen, van de private partij laat. Dat stamt al uit begin 80 jaar. Dat was al heel kort nadat ik bij het ministerie ging werken. Dus daar zat eigenlijk een soort kern van. Ga nou eens heel consequent verder nadenken. Ik heb ook in 84 ook al eens een eerste voorstel gedaan op het ministerie om de contante waarde van die hele subsidiestroom, om hoe je dat samen met die rijksleningen, want het idee van rondpompen van geld, dat vond ik sowieso al een beetje gek. Van waarom doen we dat? Dus toen had ik al eens voorstellen gedaan om dat op de een of andere manier tegen elkaar weg te strepen, te salderen, maar meer op de cashflows, dus nog niet in de totale afrekening. Nou, dat was al in 1984, dat heeft het niet gehaald, hè, want dat zijn natuurlijk altijd hele ingrijpende dingen. Dus dat waren natuurlijk wilde ideeën van een nog jonge beleidsmedewerker in die tijd. En hoe kwam het toen bij? Nou ja, daar. Dus één, je hebt een zekere consistentie in dat denken. Als concept heb je nodig. Er moet natuurlijk een directe aanleiding zijn, een context. Nou, die context was natuurlijk al die van verzelfstandiging. En ja, kun je daar stapjes verder in maken. En het derde factor was gewoon toeval. Gewoon puur toeval. Dat had ermee te maken dat. Wij waren dus al bezig met wat berekeningen op die kaststromen, van in- en uitgaande kaststromen te berekenen. En in diezelfde tijd speelde de wat toen heette de overkomst van de betaalfunctie, de verschuiving van de betaalfunctie. Dat was eerst op het departement centraal geregeld. Op de Van Alkemadelaan werd het allemaal gedaan. Toen ging dat naar de directoraten-generaal. Wij zaten in Zoetermeer, dus toen kreeg Zoetermeer het voor zijn deel, voor het zeggen. En dat was OBF 1 en OBF 2 was de verschuiving van de financiële directie van het directoraat-generaal naar de uitvoerende afdelingen. En ik was toen hoofd financiering, beheer, huurbeleid heette het, geloof ik. En dat zou dus, wat betreft de objectsubsidies, zou dat dus naar mijn afdeling toekomen. Dat ging niet helemaal glad, want er moesten ook mensen mee. En een paar mensen hebben toen wat uit de school geklapt van, ja, maar die ramingen die zijn niet helemaal correct. En wat was er aan de hand? Veel in de begroting werd kloppend gemaakt door met de zogenaamde voorcalculatorische huurparameter te werken in die DKP-systematiek. Dus als jij inschatte dat de huren in de toekomst meer zullen stijgen, dan kun je met lagere subsidies toe. Dus als je een begrotingstekort voorzag, nou, dan schatte je de huur wat hoger in de toekomst. En dan daalden de subsidies en zo kon je de zaken glad strijken. Dus daar werd ik voor gewaarschuwd. Dit zijn gewoon boekhoudkundige trucs. Ja, boekhoudkundige trucs. Waarbij je overigens wel de lasten naar de toekomst schoof. Hè? Want dat was het effect daarvan. Want uiteindelijk moest het toch betaald worden. Dus ik wilde niet zomaar dat overnemen zonder daar inzicht in te hebben. Toen heeft KPMG ook een soort boekenonderzoek gedaan. En er kwam uit dat er 1,5 miljard gulden in die tijd tekort eigenlijk was, als je het reëel zou inschatten.
Wat wil nou het toeval? Toen wij die raming hadden gemaakt over die kaststromen, dat toen, naar de stand van toen, het verschil tussen de inkomsten op grond van de rijksleningen en de uitgaven op grond van de subsidies, dat een positief saldo van 1,5 miljard, maar dat was een toevallige stand van toen, opleverde. Toen zaten we een keer bij Heerma op de Kamer om te praten überhaupt over dat financiële probleem en hoe we daar mee om moesten gaan. Dat was overigens in de tijd van de tussenbalans. Dus het was nijpend. En toen zei ik van, nou, ik weet nog wel een manier. En toen vertelde ik hem dit. En dat vond hij uiteraard interessant. Maar meer om het actuele probleem op te lossen dan dat hij nou onmiddellijk stond te juichen. Van hoera, we gaan financieel verzelfstandigen. Maar dat is een puur toeval argument. En hij was wel zo van, nou, werk dat maar eens uit. Nou, toen zijn we daar serieus mee aan de slag gegaan. We hebben ook serieus partners gepeild. De vertegenwoordigers van de woningcorporaties, die eerst niet wilden, later wel. Ja, toen hebben we een keer een brief over de algemene bedrijfsreserves geschreven. Dat was geloof ik in 92. En daar hebben we toen gezegd van, nou, we hebben het dus verkend. En er zijn niet op voorhand belemmeringen om hiermee verder te gaan. Dus allemaal nog erg voorzichtig. Maar dat was toen de mededeling. En ja, we zijn verder gegaan en verder gegaan. En ja, en het was dus een combinatie van een oplossing voor een bezuinigingsprobleem, past ook nog eens goed ideologisch en die puzzel viel in elkaar. Het was een puzzeltje wat toevallig. En het levert ook meer zelfstandigheid op voor woningcorporaties. Ja. Waar waren woningcorporaties aanvankelijk tegen? Ja, dat weet ik niet zeker. Overigens, ik weet ook niet of de woningcorporaties tegen waren. De brancheorganisaties waren tegen. Dus en, dat is. En NCIV. Die waren tegen. Nou ja. Ja, hoe gaat dat? Kijk, ook een brancheorganisatie die leeft van de centrale sturing in feite. En naarmate corporaties meer verzelfstandigen, ja, wordt ook jouw positie als brancheorganisatie wat anders. En ik kan me voorstellen dat men aanvankelijk gedacht heeft van, ja, dat moeten we niet hebben. Want het was wel een tijd dat als Ben Kemper zei, we gaan linksaf, dan ging de hele corporatiewereld ging linksaf. Ben Kempen, dat was de baas van Ben de Kempen was de algemeen directeur van de Nationale Woningraad. En als hij zei, we gaan rechtsaf, dan ging iedereen rechtsaf. Dus dat was heel gezaghebbend in die tijd. Was het overigens, maakte het een stuk makkelijker in onderhandeling altijd. Maar je had maar één partij. Maar zo was het gewoon. En ik denk dat ze wel inschattingen hebben gemaakt. Daar hebben ze toen ook wel eens wat signalen over afgegeven. Van ja, onze positie gaat ook veranderen als dit zich doorzet. Maar ik denk dat ze uiteindelijk toch hebben gekozen voor de vrijheden en misschien ook wel onder druk van een aantal individuele corporaties. Ja, dat is de interne keuken bij de woningraad. Daar heb ik niet in gekeken. Heeft dat niet ook een rol gespeeld? Het was de stuurgroep Experiment de Volkshuisvesting was ook bezig met deze materie. Ja. En die heeft berekeningen gemaakt, ja, waaruit bleek dat het overgrote deel van die corporaties dat toch behoorlijk uit zou springen. In de zin, die zouden met veel vermogen in de markt gezet worden. Ja. Heeft dat niet ook een rol gespeeld? Jawel, ook dat is een van die puzzelstukjes. Kijk, zo'n gedachte is nooit uniek natuurlijk. Ik schets nu een zekere uniciteit, maar het is iets dat komt dan op een gegeven moment bij elkaar. En dat dit soort gedachten van, ja, moet je geld blijven rondpompen? Ook elders leefde, dat verbaast mij niet. En de SEF was inderdaad bezig om daar een experiment op te zetten. Dat was de wens. Alleen het doorpakken met die acties heeft dat experiment helemaal ingehaald. Het is nooit als experiment gekomen. Het is gewoon meteen helemaal doorgevoerd. En dat ze er goed uitkwamen, dat verbaasde mij op zich niet. Want het hing sterk af van de samenstelling van je bezit. Hè? Want de essentie was dat je eigenlijk op de DKP-woningen. Dat sloot dan allemaal maar net. Maar er werd veel winst gemaakt op de woningen die daarvoor werden gebouwd. Zeker die op de 68-regeling, zoals dat in het jargon heette. Ja.
een beetje vast tegengekomen. Maar, en daar werd natuurlijk veel winst op gemaakt. En de basisgedachte bij de brutering was dat we dus niet per subsidiecategorie dat gingen afkopen, maar dat we het geheel gingen afkopen. Waarbij we voor de dynamische kostprijshuur een vrij hoge huurparameter hebben ingezet. Dus daar waren we als Rijk goed af. Maar wat niet gelijk meer was als de gemiddelde huurstijging die je zeg maar in je prognose meenam. En die bepaalde hoeveel je rendement in feite op die andere woningen was. En dat was vrij hoog. Dus dat hing erg af van de samenstelling van het bezit. En of je al dan niet al eerder vervroegd had afgelost en dergelijke. Dus, ja, het hielp natuurlijk ook dat corporaties die slecht bij kas zaten, ja, die veel jonge woningen hadden, waarop dat klopt, de hoge leningen rusten, ja, dat die een uitschat meekregen. Ja. Maar op een gegeven moment leidde dat tot onderhandelingen in dat beroemde Château Marquette. Hoe is uiteindelijk dat proces gelopen? Hoe zijn de corporaties toen over de streep getrokken? Kunt u iets vertellen over dat, over die beroemde avond, ja, van 22 op 23 oktober? Ja, nacht was het. Het was, daar gingen heel veel onderhandelingen aan vooraf. We hebben meerdere onderhandelingsrondes gevoerd, onder leiding van NES Heerma zelf. Het bleek wel dat wij wisten ontzettend veel vanuit het Rijk. Wij wisten dus precies dat als je maar even aan de renteknop draaide, of even aan de huurknop, of even dit of even dat, disconteringsvoet, kwart. Wij wisten exact wat er dan uitkwam. Dat wisten de andere partijen niet. Dus er was een ongelijkheid in informatie. Dat speelde bij de eerste bijeenkomst een hele grote rol. Toen heeft ineens Heerma ook halverwege gezegd, nou laten we hem nu maar even stoppen, want er is geen gelijkwaardigheid als het ware in de informatiepositie. Die is er eigenlijk heel lang niet geweest. Tot zelfs die bijeenkomst in Château Marquette niet. Men wilde wel, maar eigenlijk wist men niet dat als ik met hiermee akkoord ga, want het ging heel concreet om parameters en dus ook om bedragen, waar ga ik dan precies mee akkoord? Wat betekent dat nou? En we hebben in Château Marquette ook de hele dag onderhandeld, tot 's avonds laat aan toe. En kwamen daar ook niet uit. En we zouden dus de volgende dag verder gaan. En ineens Heerma die vroeg mij van, joh, ga jij nog eens even met die jongens, werd bedoeld van de Nationale Woningraad en NCIV, ga jij nog even met ze praten? En dat heb ik gedaan. En toen heb ik alle kaarten opengegooid. Want je kwam er anders niet doorheen. Je moest. Dus ook, want we hebben natuurlijk wel heel veel verteld hoe het zat, maar we hebben natuurlijk nooit ons mandaat blootgegeven. Dat kon het eigenlijk niet. Dat doe je ook normaal gesproken niet in onderhandelingen. Maar je kwam er niet doorheen. Dus toen heb ik daar eigenlijk ook het mandaat opengelegd van, jongens, dit moet eruit komen en anders gaat het feest gewoon niet door. En dat zit zo en zo en zo en zo. En dat betekent dit en dit en dit en dit. Nou, toen wisten ze dus eigenlijk waar ze ja tegen zouden zeggen. En ik geloof dat de vertegenwoordiger van de Nationale Woningraad was die, toen we dat verteld hadden, maar misschien nog een uurtje gesproken met elkaar midden in de nacht, die ging naar de ruimte toe waar alle andere vertegenwoordigers met de whisky in de hand bij de open haard stonden. En hij vroeg aan Ben Kempen, legde hij dat voor, dat de grote baas daar, en die letterlijk op de achterkant van een sigarendoosje zo even wat krabbels maakte en er nog 150 miljoen bij fietste voor het Waarborgfonds, waar hij voorzitter van was, om de risico's af te dekken. Vervolgens ging die naar meneer Dordrechter, dat was de vertegenwoordiger van de VNG, of vanwege de gemeentelijk woningbedrijven. En die ging ook over de streep. En toen was eigenlijk midden in de nacht, in de informele setting, was binnen een half uurtje, waren zij het ermee eens als we het zo zouden doen. Dat liet dus ook aan Heerma weten. Die vond het natuurlijk in ene erg snel gaan. En dus die aarzelde nog wat. Een beetje anekdotisch, maar
Hij had mij ooit verteld dat zijn vader, die agrariër was, een deal had laten lopen voor 4 gulden een koe. En toen flapte ik eruit van, en nou laat je een deal lopen voor 4 gulden een koe. En toen moest hij wel lachen en toen zei hij, ja, je hebt gelijk ook. En toen hebben we eigenlijk de deal gemaakt en midden in de nacht dat mooie document geschreven. Waar de handtekeningen onder zijn gezet. Zo is het gegaan. Nou, het is een deal geweest met een geweldige impact. Maar als ik vraag waar de corporatie zich er niet van bewust dat ze ja, toch veel vermogen of beschikking kregen over veel vermogen. Of was dat bewustzijn er niet? Had u daar een idee van? Had u daar zelf een idee van? Ja, we wisten natuurlijk. Wij wisten exact tot op corporatieniveau welk vermogen zij zouden krijgen. En vermogensbeheer was natuurlijk ook wel een belangrijk punt. Maar goed, de inschatting was dat de manier waarop ook toen nog het toezicht was vormgegeven, de jaarverslaglegging en dergelijke, dat voldoende zou zijn. Er komt bij dat omdat ze nu de kapitaalmarkt op moesten, ook de veronderstelling was dat de banken daar wel op zouden toezien. In welke mate dat is gebeurd, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar dat was wel de overtuiging die wij hadden. En daar kwam ook wel de idee van, ja, maar als ze nu al te gekke dingen doen, moet er maar gauw eentje failliet. En dan hebben ze het wel geleerd. Je hebt ook niet in het kader van het opengooien van de kaarten de woningcorporaties voorgehouden wat een vermogenspositie was? Dat is ook meerdere keren, ja, dat is, maar dat was niet, dat speelde niet op die avond, maar dat hebben we wel heel duidelijk gezegd. Maar ze waren daarvoor, ze zaten toen ook al goed. Hè? Want in de onderhandelingen probeerden zij natuurlijk het risico zo hoog mogelijk in te schatten. Ja, dat kunnen we niet trekken, et cetera. En toen heb ik wel eens een keer tegen ze gezegd, dwing mij niet om te bewijzen hoe rijk jullie zijn, want we wisten het exact. Mm-hmm. Toen heb ik ook niks meer gehoord. Toen viel dat kwartje bij de woningcorporaties ook. Ja. En dan gaat toch het voordeel dat je dan meer vrijheid krijgt om... Men heeft gekozen voor de vrijheden, ja. Uitdrukkelijk. Gaat dan een rol spelen. We zien kort na de beurtering dat de vermogens van de woningcorporaties heel snel gaan stijgen. Was dat voorzien? Nou ja, het was natuurlijk een kwestie van hoe die parameters zich in de werkelijkheid zouden gaan ontwikkelen. Daarvan hadden wij de inschatting dat in ieder geval dat als het zich volgens de parameters zou ontwikkelen, want dat was het enige inzicht wat je had. Hè? Ik bedoel, niemand kon voorspellen wat de rente zou gaan doen. Als je dat kan, dan kun je zelf heel, heel erg rijk worden namelijk. Dat kan niemand, dat weet je niet. Je kunt een set maken van parameters die onderling consistent is. Want dat is wel belangrijk, ook voor de risicoafweging. Want als de inflatie hoger wordt, dan wordt de rente doorgaans hoger, maar de huren worden ook hoger. Dus er zitten allerlei compenserende mechanismes in. Het is niet zo dat er maar één factor de bocht uitvliegt. Dus wat er daarna gebeurde, dat was in die zin, ja, je had het scenario gewijs kunnen doen, maar we hadden niet een beeld van, nou, daarna zal het wel beter, zullen die vermogens wel toenemen. Nee, want als we dat toen wisten, dan had je natuurlijk ook anders onderhandeld. Je hebt onderhandeld op de set van parameters die toen een redelijke inschatting waren en ook in de samenhang van die parameters. In de huidige financiële wereld is dat overigens wel wat anders geworden dan toen. Toen was er nog een vrij consistente samenhang, ook tussen inflatie en rente en dergelijke. Is nu allemaal wat minder, maar niettemin. Dat was toen de consistente set. Daar was ook overigens iedereen het over eens, hoor. Alle, ook geleerden, die waren het erover eens dat dat een redelijke samenhang was van parameters. En ook een redelijke inschatting. Ik heb over die inschatting van die parameters, wat je daar later ook van vindt. Hè, dat je een structurele rente van 7% was het, geloof ik. Ja, nou, nu zouden we zeggen, ja, dat is hoog. Maar dat was toen, je kwam vanuit een heel andere context. Er is ook nog een Ekenkamer-rapport over geweest. Het bleek dat het toch allemaal redelijk solide was berekend. Ja. Kun je nou zeggen dat, die vermogensgroei nadien, dat dat vooral kwam door de dalende rente en de snelle stijging van de
vastgoedeisers? Zijn dat de twee? Ja, dat speelt, ja, dat speelt natuurlijk een grote rol. Ja. Ja. Er is misschien nog een derde, namelijk dat als die woningcorporaties op eigen benen staan, financieel op eigen benen staan, dan geldt ook hoe minder huurwoningen je gaat bouwen, hoe rijker je wordt. Omdat je geen onrendabele toppen meer hoeft te financieren. Ja. In hoeverre heeft dat dan hier nog een rol bij gespeeld? Nou ja, ik weet niet zeker. Men is minder gaan bouwen, maar of dat nou een bewust beleid van de woningcorporaties was, dat vraag ik me echt heel sterk af. In die tijd was er ook een nieuw besluit woninggebonden subsidies, wat met name gemeentes ook budgetten gaf om te bouwen. Er was natuurlijk ook aanleiding om te zeggen, nou, corporaties moeten überhaupt misschien wat minder bouwen, want er is veel meer behoefte aan koopwoningen, aan wat duurdere woningen, et cetera. En dat dus in de verdeling van die budgetten over de verschillende woningcategorieën ook andere keuzes zijn gemaakt. Dus het is niet alleen maar een keus van woningcorporaties geweest van wij willen niet bouwen. Misschien wilden ze best wel bouwen, maar kregen ze daar de subsidies niet meer voor. Ja, het is natuurlijk wel opvallend, want je ziet kort na de budgettering de woningproductie van woningcorporaties heel scherp teruggevallen van zo'n 30.000 per jaar naar 12.000 op een dieptepunt. Ja. Maar u zegt van, nou ja, ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat dit samenhing juist met die budgettering. Nee, ik vind dat niet zonder meer logisch. Ik bedoel, ik kan natuurlijk niet in de gedachten van al die individuele corporaties kijken, maar ik denk dat het veel meer samenhing met het feit dat er überhaupt behoefte was aan andere categorieën woningen. Oké, dank voorzitter. Ik kijk even naar meneer Mulder, aanvullende vragen. U had het over het mandaat van de staatssecretaris Heerma. Kunt u ons vertellen wat dat mandaat precies was? Ik weet niet helemaal het precies, maar dat zat dus op een bedrag. Mm-hmm. Er was met dat was dus ook met de minister van Financiën afgesproken dat hij niet verder mocht gaan. Ik dacht 37 miljard, maar ik weet dat niet helemaal precies. Ja. Tot slot, ik heb die vraag al gesteld. U zei, dwing mij niet om te bewijzen hoe rijk jullie zijn. Als wij u wel zouden proberen te dwingen, zou er dan nog een bedrag uitkomen? Nou ja, nee, ik heb gewoon al die bedragen niet meer paraat. Het is 25 jaar geleden, maar als ik dat toen, en ik heb dat inderdaad gezegd, dan moet u ervan uitgaan dat in de berekeningen van toen, dat ze echt heel goed in de slappe was zaten, om het maar zo te zeggen. Ja, dank. Dank collega's Groot en Mulder. Ik geef graag het woord aan collega Hashi. Meneer Moerkamp, u heeft net in antwoorden vragen van collega's het een en ander gezegd over de beslissingen en de verwachtingen die er waren ten tijde van de verzelfstandiging en de bruteringsoperatie. Als ik u nu voorhoud, de vraag, vindt u dat het huidige stelsel zoals dat nu werkt, of dat wel goed werkt? Wat is uw reactie dan? Ja. Nou, ja en nee. Ik moet er niet aan denken dat het nu nog steeds zo zou zijn dat op een departement zou worden bepaald welke centrale verwarming er in een sociale huurwoning of anderszins moet. Die bemoeienis, dat je in die zin verzelfstandigd is, niet meer van deze tijd. Ik moet er ook niet aan denken dat je woningcorporaties, dat je elke euro exploitatieverschil langs de rijksbegroting zou moeten laten lopen. Ik moet er ook niet aan denken dat we de DKP hadden voortgezet. Stel je even voor, die oplopende schulden. En we praten over het onder water staan van woningen. Nou, hoever dan dat DKP-bezit inmiddels onder water had gestaan. Omdat we de lasten naar de toekomst zouden hebben geschoven. Ik moet er allemaal niet meer aan denken. Dus in die zin sta ik echt voor een volle 100% achter de beslissingen die toen zijn genomen. Mm-hmm. Waar het niet. Kijk, als je aan de voorkant dingen loslaat, dan moet je de achterkant heel goed regelen. Mm-hmm.
En ja, dat is mijn stellige indruk, dat dat op een onvoldoende manier is gebeurd. Daar is geswitcht. Ik geloof, volgens mij heeft de rekenkamer, ik heb daar maar heel kort even naar kunnen kijken, maar ja, trekt eigenlijk die conclusie. Maar ik deel dat wel. Kunt u toelichten wat u bedoelt met voorkant en achterkant? Wat had er voorkant is, zeg maar, aan de voorkant, dus zeg maar, nou ja, aan de voorkant alles regelen. Dus met subsidies, met voorschriften, met... ja, maar dat soort dingen. Of je geeft vrijheden aan de partij die het moet doen. Je geeft wel duidelijk aan wat je van ze verwacht. Althans, ja, duidelijk. Sommigen zullen de prestatievelden niet duidelijk vinden, maar het zijn wel domeinbeschrijvingen waar je prestaties op verwacht. En dat je dan vervolgens achteraf kijkt en realiseren jullie die prestaties. En dat je ingrijpt op het moment dat de prestaties niet worden gerealiseerd, inclusief de financiële prestaties. Dat noem ik voor en achterkant. Gezien uw betrokkenheid bij de totstandkoming van de afspraken en aan de wieg staand van die verzelfstandiging, ja, vindt u dan dat daar onvoldoende rekening is gehouden met deze? Want u gaf aan, we wisten alles exact als het ging om de bedragen. Ja. En u gaf ook aan, uiteindelijk hebben we ons toevertrouwd aan het huidige toezicht en misschien dat de banken nog mee gaan kijken. Ja, maar in de kern achteraf vond ik ook het toezicht nog wel op zichzelf waren daar, vond ik, adequate afspraken over. En later is dat ook nog weer wat aangescherpt. De laatste waar dat duidelijk aan de orde is geweest, dat is onder Johan Remkes geweest in de nota Mensen Wensen Wonen. Een hele dikke nota, dat was mijn laatste werk bij Vrom. En daar staat heel duidelijk iets in, ook over financieel toezicht, hoe je dat moest regelen, hoe je de prestaties... tot prestatieafspraken moest komen in het samenspel met gemeentes en dergelijke. Het was vrij gedetailleerd omschreven. Dat moest in een woonwet moest dat worden vastgelegd. Daar is staatssecretaris Remkes toen mee begonnen. En daarna is dat verdwenen. En, maar het wordt ook geïllustreerd in het verschil dat in de 90er jaren hebben we 3 bewindslieden gehad op volkshuisvesting. Mm-hmm. En in de, hoe noem je dat, de nuljaren van deze eeuw zijn er 9 geweest. Er is dus gewoon geen consistente lijn meer ontwikkeld als het gaat om het regelen van dat toezicht. Ja. Maar dat inzicht kwam er wel later dan het moment dat u besloot om die verzelfstandiging en die brutering daadwerkelijk uit te voeren. Nee, want ook het financieel toezicht is, of het, zeg maar, het verantwoorden over de financiële prestaties is een van de prestatievelden uit het BBSH. En het BBSH was eerder dan de brutering. Oké, maar dus u bent van mening dat daar toen de tijd voldoende zicht was op de negatieve gevolgen die er zouden kunnen zijn op het gebied van toezicht? Zeker. En we waren ook in de veronderstelling dat dat toezicht in die zin ook adequaat was. Het was weliswaar een risicogericht toezicht vanuit het Rijk. He, dus als er signalen waren dat het niet goed zou gaan van gemeentes of anderen, dus eerste lijns toezicht was van de gemeentes, dan zou je als minister daarin kunnen grijpen. En er hoorde ook een arsenaal aan sanctie-instrumentarium bij. U weet ook wat de aanleiding is van deze enquête. Dat zijn natuurlijk de incidenten die er in de sector zijn geweest. Hebben die incidenten u verbaasd? Ja. Als ik eerlijk gezegd, maar dat nou kunt u mij naïviteit verwijten. Maar het heeft mij wel verbaasd. Waar ik enigszins teleurgesteld in ben, dat is dat bij een aantal mensen het moreel kompas zoek is geraakt. En, hoe heeft dat kunnen gebeuren, naar uw mening? Ja, ik denk toch dat een aantal mensen de weelde niet kan dragen. Waarom ga je, ik begrijp dat, ik kan dat nog steeds niet begrijpen. Waarom ga je in godsnaam in een Maserati rijden als jij een bedrijf met een sociale doelstelling doet? Ik begrijp dat echt niet. Mm-hmm. Dat vind ik echt te onderscheiden van een aantal andersoortige, misschien foute managementbeslissingen. Dat jij een grote boot aanschaft met de bedoeling om daar iets heel goeds voor de buurt en de wijk van te doen. Dat is ook achteraf gebleken, hele foute managementbeslissingen zijn geweest. Maar dat vind ik niet te relateren aan dat moreel kompas. Dat kan het moreel kompas nog steeds heel goed zijn. Ik denk ook dat dat zo was. Maar juist dat op een aantal punten dat moreel kompas kwijtraken, dat...
Dat verbaast mij. Overigens, dat is in een aantal gevallen. Hè, want je kunt nog steeds niet zeggen dat de hele corporatiesector het slecht doet. Nee. Maar daarmee zegt u dus eigenlijk ook dat het in uw ogen, het verbaast u ook, en u haalt ook niet voor niks dat moreel kompas naar voren, dat dat dus niets te maken heeft met het stelsel aan zich. Nou ja, dat is moeilijk te beoordelen. In beginsel vind ik een moreel kompas van iemand losstaan van het stelsel. Alleen het ene stelsel maakt het makkelijker om mensen die het moreel kompas niet hebben, om daar dingen mee, verkeerde dingen mee te doen, dan het andere stelsel. Als je alles, zeg maar, vanuit een politbureau in het Haagse blijft bekijken, dan is het moeilijk om. Maar dan is het Haagse morele kompas wat dan maatgevend is. Meneer Moerkamp, u begrijpt natuurlijk wel dat ik niet in beginsel of over een toezicht met u spreek. Ik spreek over de corporatiesector. Ja. Dus ik zou u willen vragen, nogmaals de vraag. Vindt u dat die incidenten die in de corporatiesector plaatsvinden, losstaan van het stelsel? Of zegt u van, nou ja, ook in het stelsel zijn er wel structurele tekortkomingen aan te wijzen? Nee, ja, in het stelsel van toezicht, maar niet in de andere elementen van het stelsel. En het stelsel van toezicht, bedoelt u het interne toezicht, externe? Nee, alles. Ik wil hier faalt natuurlijk de hele keten van toezicht. Kunt u dat toelichten, de keten? Nou, je hebt het interne toezicht, gewoon de Raad van Commissarissen die ook met bepaalde salarieringen of auto's of weet ik veel wat akkoord gaat. Een accountant, dat is de eerste lijn, dat is al extern toezicht, hè, die op de juistheid van de beslissingen en ook de risico's van bepaalde beslissingen had moeten waarschuwen. Banken die geld hebben uitgeleend, die daarnaar moeten kijken. Vervolgens gemeentes en Rijk als publieke externe toezichthouders. Die hele keten die heeft duidelijk niet gefunctioneerd. Okay. Mijn laatste vraag. U haalde eerder al de koepels aan. De voorlopers van Edes en natuurlijk de huidige brancheorganisatie Edes. Welke rol hebben zij gespeeld na de brutering, naar uw mening? Nou ja, wat ze vooral gedaan hebben is is natuurlijk. Edes is natuurlijk vrij snel ontstaan na de brutering. Hè. Ik weet niet precies in welk jaar, maar men heeft toen heel duidelijk een andere positie gekozen. De oude Nationale Woningraad en TNCV hebben nog een rol gespeeld bij de hele implementatie van de brutering. Mm-hmm. En daarna is Edes gekomen. En Edes, ik moet eerlijk zeggen dat dus niet meer de status had die een Nationale Woningraad of TNCV hadden. En, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat ze niet meer de invloed of de hadden die de voorgangers wel hadden en ook zich veel minder uitspraken. Maar ook waarschijnlijk omdat ze zich anders gepositioneerd hadden. Ze wilden ook diensten verlenen aan hun leden. En ja, dan wie moet je dan te vriend houden? Terwijl Nationale Woningraad en NCV, die stelden, dat waren koepels, hè, letterlijk. En Edes was een brancheorganisatie, dus daar zit echt een verschil tussen. Een koepel, die profileerde zich nog een beetje als de baas van de woningcorporaties. Dat is Edes natuurlijk nooit geweest. Nee, zit er ook een verschuiving in? En dus in? Die heeft zich ook de stem niet verheft toen bij misstanden. Ja. Zit er ook een verschuiving in, als u kijkt naar de koepels en naar Edes, na de brutering, van sociale doelstellingen naar, ik zou bijna u willen vragen om te schrijven waar die verschuiving naartoe is gegaan? Nou, ik heb stellig de indruk dat het gedomineerd werd door grote jongens. En die vooral ook interesse hadden in de projectontwikkeling en allemaal het meedoen met de grote jongens. En dat, zeg maar, de mensen, want die zijn er ook en die zijn er volgens mij tot op de dag van vandaag, dat er ook bestuurders zijn die wel degelijk vanuit de sociale doelstelling vertrekken. En een van de uitspraken die vandaag door vorige spreker is gebruikt is vereniging van directeuren. Zo typeerde hij Edes in die periode. Is dat ook iets wat u kunt onderstrepen?
vereniging van? Van directeuren. Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank, mevrouw Hashi. Ik ga even terug naar meneer Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog twee aanvullende vragen. U liet even de nota Remkes, mensen werken, mensen wensen wonen, vallen. Dat was uw laatste project. Vindt u het nou jammer dat die nota nooit geland is in wetgeving? Het was een nota die toch de teugels wat meer aantrok. Wat vond u ervan? Want die heeft nooit het staatsblad gehaald, die woonwet. Nee. Ja, dat vind ik jammer. Ik bedoel, wat daarin stond was uiteraard met overtuiging geschreven. En ik denk ook inderdaad noodzakelijk op dat moment. Onder andere de toezicht, de splitsing van het Centraal Fonds in een echte financiële toezichthouder en in een saneerder. Dat werd daar ook uitdrukkelijk gesuggereerd. En ik vind het echt jammer dat geen verankering heeft gekregen in de wet. Ik denk dat dat een aantal dingen had kunnen voorkomen als dat wel was gebeurd. Mm-hmm. Helder. En we hebben het, mevrouw Hasje had het over incidenten. We hebben natuurlijk ook, u had eerder dit gesprek, had het ook over het incident met een woningcorporatie in Enschede. Dat ging experimenteren met derivaten. Er waren nog wel meer corporaties in die tijd die experimenteerden met derivaten. Er ging in die periode iets van 100 miljoen gulden al verloren. Dat leidde tot een zogenaamde circulair MG. Dan moet ik het even, MG9431. Hebt u dat nog op uw netvlies staan? Nee, want ik ben zelf niet verantwoordelijk geweest toen voor zeg maar het daadwerkelijke toezicht. Want er zijn toen ook reorganisaties geweest. En ik heb mij toen niet meer zo met de uitvoering en uitwerking van toezicht bemoeid. Maar ik weet wel dat destijds een rol speelde en dat er met het omgaan met derivaten, dat daar inderdaad een soort, hoe moet je dat noemen, een missieve of een MG heette dat destijds, is uitgegaan, ja. Ja, die daarop losgaan is, maar ja. U hebt geen zicht op hoe de vervolgens die is gehandhaafd en wat er verder is mee gebeurd. Nee. Dat, die vraag bewaren we dan voor helaas. Voor dank u. Dank meneer Groot voor de mensen thuis. Een circulair is een aanvullend stuk regelgeving van die minister. Ja. MG staat voor, volgens mij voor mededeling gemeente. Inderdaad, dank. Het woord is nu even aan de heer Oskam. Hij heeft ook nog een vraag voor u. Ja, meneer Moerkamp. Als we nou de balans maken van die brutering, dan is eigenlijk de vraag wie is daar nou het beste uitgesprongen. En ik haak even in op een vraag van collega Groot. Die zei van ja, die woningcorporaties kregen een bruidschat mee. De rente daalde, de huizenprijzen stegen, dus zij zijn flink in vermogen toegenomen. Daar staat tegenover dat toen de markt instortte, de risico's wel volledig voor de woningcorporaties kwamen. Vanochtend spraken wij met Arnoud Vlak, die kent u vast. U heeft het misschien ook wel gezien of gehoord. En die zei, ja, eigenlijk is de Rijk degene die het beste eruit is gesprongen, of het goed is uitgesprongen. En hij zag daar waarschijnlijk met name op de risico's dat instorten van de markt niet meer op de begroting terug te vinden is. Hoe kijkt u er tegenaan? Nou, in eerste plaats even, men krijgt een bruidschat mee, dat wil ik toch even anders framen, want wat gedaan is dat bestaande verplichtingen, subsidieverplichtingen, zijn afgekocht. Dus dat is iets anders dan een bruidschat meegeven. Het begrip bruidschat sloeg volgens mij met name op die corporaties met veel DKP-bezit, die iets extra's kregen bovenop de normale afkoop van de subsidieverplichting. Dat zit op één lijn. Dus dat is, maar dat even voor alle duidelijkheid. Ja, wie er nou het beste is uitgesprongen. Het mooiste is natuurlijk als je kunt zeggen van ja, geen van beide, want dan heb je het goed gedaan. Maar als de conclusie is,
dat het Rijk er goed is uitgesprongen, ja, dan heb ik daar eigenlijk ook niet zo'n bezwaar tegen. Onder de conditie dat, want dan hebben wij het ook heel goed gedaan, onder de conditie dat dat natuurlijk niet leidt tot de ondergang van de sector. Want dan verlies je de prestatiekanten van. Als de prestaties van de woningcorporaties nog steeds geleverd kunnen worden, maar goed, dat zijn actuele politieke wegingen. Ondanks het feit dat als je achteraf kijkt, de corporaties er misschien iets bij ingesprongen zijn, ja, dan vind ik dat niet erg. En ik denk ook inderdaad, want dat was ook de inzet, het feit dat wij een hele hoge huurparameter hebben ingezet bij de afkoop van die DKP-subsidies, wat dus uitdrukkelijk lager lag dan de reële huurstijging, ja, dat kon je al wel voorspellen. Dat was ook precies de winst die we als overheid wilden halen. Maar waarvan we zeiden, dat wordt in voldoende mate gecompenseerd door het andere bezit. Behouders dus die instellingen die daarvoor dan ook die bruidschat kregen. Hartelijk dank, meneer Oskam. We komen aan het einde van het openbaar verhoor, meneer Moerkamp. Kunt u tot slot nog iets zeggen over de overwegingen die ten grondslag lagen aan de brutering aan de zijde van de Rijksoverheid, of een van die overwegingen te maken had met de criteria, het voldoen aan de criteria voor het verdrag van Maastricht en het later toetreden tot de euro, de balansverkorting, et cetera? Ik heb u verteld hoe het gekomen is. Toen de beslissingen werden genomen, is met geen woord gerept of verwezen naar dat soort overwegingen. Duidelijk. Dan dank ik u. En ik sluit deze vergadering. Dank u wel, meneer Moerkamp. Tot uw dienst.